We staan hier voor de ingang van FDC, het sportgedeelte van het krachtstation. En waarom staan we hier? Wel nu, we gaan praten met Angelo Rosalia, eigenaar van Taekwondo School Taik Rosa. Want Angelo was genomineerd voor de prijs van sportaanbieder van Utrecht. En wij gaan dus even met hem praten om te kijken wat die prijs inhoudt. Heb je enig idee waarom jij genomineerd was? Ja, we zijn dus genomineerd voor de prijs. Voor de vele inzet die we hebben in de wijk. De samenwerkingen met sportverenigingen in de wijk. Maar voornamelijk ook sportonderdelen op scholen. Want wij werken nou samen met het ROC. We werken ook met het Global College. En we werken ook met Hart van Noord. Verschillende basisscholen. En daarvoor zijn we eigenlijk genomineerd. Doel, zeg maar, is dat je maatschappelijk betrokken bent in de wijk en voornamelijk in de stad Utrecht, want het is de Utrechtse prijs. En ja, wij zijn echt, naast dat wij sportlessen aanbieden, zijn we ook gewoon echt nauw betrokken in de maatschappij, in de wijk, met ouders. We bieden ook extra informatie qua opvoeding. En ja, voornamelijk discipline en respect, dat zijn echt de belangrijkste kernpunten, zeg maar, die wij binnen de club, zeg maar, hoog in het vaandel hebben staan. Ik woon zelf in de wijk. Ik woon ruim 20 jaar hier in de wijk. Mensen kunnen me makkelijk aanspreken. Zelfs op straat doe ik wel eens een babbeltje. Dus ik voel me echt betrokken bij de wijk. Want ik ben zelf ook de wijk. Dus alle bewoners zie ik ook gewoon als Kanaaleiland. Want Kanaaleiland is een naam. Maar ja, jij vertegenwoordigt wel je wijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik een steentje kan bijdragen in de wijk waar ik al ruim 20 jaar woon. En je wilt dus ook gewoon vooral jongeren ook graag een beetje vooruit helpen, zodat ze de goede afslag kiezen. Ja, zeker. Taekwondo betekent ook, T staat voor de voettechnieken, Kwon en handtechnieken. Maar Do heb je ook bij Judo, Aikido. Do is eigenlijk de weg. Dus precies wat je zegt, op weg helpen. Ik vind het heel belangrijk dat we niet kijken naar het eindpunt, maar eigenlijk de weg ernaartoe. En er zijn verschillende wegen. Je hebt een positieve weg die je kan kiezen in het leven, maar ook een negatieve weg. Maar wij willen juist de jongeren op weg helpen hoe ze zichzelf in hun kracht kunnen zetten en positieve dingen kunnen uitvoeren en positief in het leven staan. We hebben nauw contact met verschillende instanties, Stichting Jouw, DOC, het jongerenwerk. Dus daar werken we heel veel mee samen. Jongeren worden doorgestuurd die op school niet zo gemotiveerd meer zijn. En dan proberen ze vanuit de club die motivatie weer omhoog te krijgen. En dat ze weer zin hebben om eigenlijk ervoor te gaan. Want we hebben natuurlijk ook gewoon jongeren die natuurlijk niet altijd in de problemen komen. Er zijn ook gewoon kinderen in de wijk die gewoon lekker hun best doen. Maar die wel gewoon een vrije tijdsbesteding nodig hebben. En daarvoor kunnen wij ook gewoon dienen.